Ik heb vandaag voor jullie de Bijou MC adventskalender. Dit is wel een cadeautje zo openmaken. Oh, er zitten ook allemaal kerstboompjes op het zakje. Details. Vind ik ook in een adventskalender niet heel erg leuk. Zo. Oh, die vind ik gaaf. Ik ga ze gelijk in doen. Hier ben ik wel heel blij mee. Ik heb namelijk altijd een Helix gehad. Die ging ontsteken. Toen heb ik hem eruit gehaald. Oh, ik mag nog een kortingscode aan jullie geven. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze extra video. Ik heb vandaag voor jullie de Bijou MC adventskalender. Ik heb al een keer met dit merkje een sieradencollectie uitgebracht. En dat liep echt super goed. Ik ben nog steeds verliefd op de sieraden van mijn eigen collectie bij hun. Die zijn volgens mij nog steeds te koop, als het niet uitverkocht is. Maar ze vroegen dus nu of ik hun adventskalender wilde unboxen. Dus ik dacht, ja. Dus ik heb voor de gouden adventskalender gekozen. Je kan voor zilver kiezen, je kan voor goud kiezen. Dit zijn dus sieraden. Ben je benieuwd wat er in de Bijou MC adventskalender zit? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En gaan we snel beginnen met de unboxing. Nou, het komt dus echt mega schattig binnen. En er zit een kaartje bij. With love. Oh, ik mag nog een kortingscode aan jullie geven. Dus dat is ook heel chill. Mocht jij deze adventskalender willen bestellen. Of andere sieraden los wil bestellen. Kan dat met deze kortingscode. Even kijken hoor. Met de code FLOOR10 krijgen je volgers 10% korting. Dus FLOOR10. Heel chill. Super lief Claudia. Ik ga beginnen met unboxing. Dit is wel een cadeautje zo openmaken. Deze ga ik bewaren voor mijn eigen cadeautjes voor kerst inpakken. Daar gaan we. Oh! Oh, er zit allemaal confetti in. Dit is dus het sieradenmerkje van de adventskalender. En het zit verpakt. Ik zit helemaal onder de confetti. Lekker feestelijk. En het zijn eigenlijk allemaal losse cadeautjes. En dat vind ik echt heel erg leuk om uit te pakken. Dus laten we snel beginnen. Goed, volgens mij, als ik dat zo goed zie, zitten er 8 vakjes in. Oké, ik ben echt heel erg benieuwd. Het allereerste vakje. Het is zo leuk ingepakt allemaal. Oh, die vind ik gaaf. Ik heb deze ook in het klein. Volgens mij ook van Bijou MC. En nu heb je ook in het groot. Hoe leuk ook. Dat zakje maak je open en dan komt dit eruit. Weer een zakje met allemaal sterretjes erop. Dat is echt heel feestelijk. Oh, ik vind deze heel erg mooi. Echt helemaal floor. Dit zijn de oorbellen. Het zijn van die hoops. Die steek je dan zo in het gaatje. En die hebben dan echt van die gouden met zilveren diamantjes. Oh, ik vind die heel cool. Zou ik die gelijk in doen? Ik ga ze gelijk in doen. Ik heb ze in. Ik vind ze echt geweldig. Echt heel erg leuk. Ik weet niet of ik het al had gezegd, maar ik heb dus de gouden versie gekozen. Maar je kan dus ook gewoon een zilveren versie kiezen. Goed, helemaal blij mee. Door naar vakje 2. Ook weer zo leuk ingepakt. Oh, er zitten ook allemaal kerstboompjes op het zakje. Details. Dan een ring. En deze vind ik ook heel cool. Hij is wel wat heftiger. Alsof hij is niet heftig, maar je moet ervan houden. En ik hou er dan toevallig wel van. Ik zal hem even omdoen. Dit is de ring. Hij is dus verstelbaar zoals je kan zien. En dan is hij wat dikker. En dan ziet hij er zo uit. Ik vind hem wel heel erg gaaf. Het derde zakje. En die is wat breder. Of wat dikker. Oh! Oh, dit vind ik leuk. Ik heb dat nu ook in zo'n knip. Dit is zo'n parelmoer witte haarklem eigenlijk. En dat komt echt altijd goed uit. Ik vind het heel mooi. Ik draag het echt heel vaak. Dan heb ik geen zin om mijn haar los te doen. Doe ik een knip in. Vind ik het wel weer ju. Maar dit is de haarklem. Heel erg mooi. Vakje 4. Misschien een leuke ketting of zo. Of een armband. Volgens mij is dit een earcuff. Hier ben ik wel heel blij mee. Ik heb namelijk altijd een Helix gehad. Die ging ontsteken. Toen heb ik hem eruit gehaald. Toen heb ik een earcuff gekocht en die heb ik dan af en toe wel eens in. Alleen ik vind dat niet heel fijn zitten. En soms ben ik bang dat hij eruit valt en dat ik hem kwijt ben. Maar dit is een hele basic earcuff. Dit is de earcuff. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Hij is heel erg klein. Ik zal hem even indoen. Ik heb hem in. Ik ga even kijken in de spiegel. Heel basic, maar ik vind het wel heel gaaf. Gaaf detail. Zijn we alweer bij het 5e vakje. Er staat de tekst op. There will be much mistletoeing and hearts will be glowing.
Dit is een armband met zilveren diamantjes erop. Ja, dit is voor de feestdagen natuurlijk echt perfect. Ik kan geen armbandjes bij mezelf omdoen. Ik kan het gewoon niet. Maar ik wil deze heel graag omdoen. Ik vind hem echt heel gaaf. Door naar het zesde zakje. Oh ja, dit vind ik heel iets minder. Ik heb namelijk best wel dik haar. En ja, op zich kan deze trouwens wel. Hij is wel heel stretchy. Maar het is niet helemaal mijn stijl. Dit is een elastiekje. Vind ik ook in een adventskalender niet heel erg leuk. Zo'n haarklem vind ik dan wel weer heel leuk. Elastiekje wat minder. Maar ja, het is wel altijd heel handig. Het is een bruin elastiekje met panterprint. En dan heeft hij een, ja, een soort crème kleurig detail. Dit is de elastiek. Door naar het zevende vakje. Het ene laatste vakje in deze adventkalender. Oh ja, dit zijn hele basic oorknopjes. Ik draag dus niet echt vaak oorknopjes. Ik moet zeggen, als je dus een derde of vierde gaatje hebt of dus een helix, dan is dit wel heel erg gaaf. Maar ik heb twee gaatjes. Ik had er drie, die is dichtgegroeid. Ik heb er nu twee, dus dan draag ik niet echt vaak oorknopjes. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. Hier kun je eigenlijk nooit fout mee gaan. Dit zijn gewoon vierkante knopjes met een soort steentje erin. En dan komen we alweer aan bij het allerlaatste vakje van deze adventkalender. Dat is 8. Heeft dus 8 vakjes, dus 8 dagen. Heel erg benieuwd wat dit kan zijn. De welbekende Bijou MC doosje. In het lichtroze. Wat zou het zijn? Oeh. Oh, is dit een ketting? Wauw. Ja, dit is een ketting. Och, die vind ik echt prachtig. Ja, dit is echt een floording. Ik denk dat heel veel dit misschien een beetje kitsch vinden. Misschien? Weet ik niet. Ik vind hem geweldig. Kijk nou, zoals mijn ring. Die is ook zo'n, dat is ook zo'n statement ring. Dat is dan ook met deze ketting. Ik hou ervan. Met zilveren diamantjes erop. Ik vind dus die combinatie van goud met zilver echt heel erg leuk. Ik vind deze heel mooi voor de feestdagen. Zeker een knallen van een eind. En heel erg leuk om met kerst te dragen. Dat was alweer de adventskalender van Bijou MC. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb dus een kortingscode voor jullie, Floor10. Mega lief dat ze dat erbij hebben gedaan. Ik zal de link in de beschrijving zetten van de adventskalender. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze adventskalender. En laat zeker weten wat jij van de adventskalender vond. En welke adventskalender... Wow, hoe vaak kun je adventskalender zeggen, hè? Welke adventskalender jij voor jezelf gaat shoppen dit jaar? Laat het me weten in de comments. Bedankt en tot de volgende video. Doei doei!